Hallo, hallo, hallo. Goedenavond allemaal. Eens kijken, ik ga even in Discord zitten en ik ga Joppa bij je halen, want het is tijd voor Nickname Bracket. Ja, het is tijd. Nou, waar is Job? Nou, ik ga Job gewoon even snel kidnappen, General. Ik hoop dat hij het niet erg vindt. Ik hoop zeker dat hij het niet erg vindt. Hallo, hallo. Hallo, gaan we dan toch beginnen? U bent gekidnapt door General. Het is tijd. Ik zat nog even mijn prediction in te vullen zover als ik kon. Dus bij deze, submit and let's begin. Niels zegt snel dat we nog niet moeten beginnen, maar weet je wat, no worries, voordat we werkelijk beginnen zijn we weer een minuutje verder, want you know, we gewoon even mensen verwelkomen en stuff. We kunnen wat tijd raken voor hem. Yo, leuk. Ja. Yeah. Nou, eens kijken, laat ik even het juist in de bedoel. Zijn we nu al op stream te horen? Ja, ja, we zijn gewoon op stream te horen nog. Oh, hi! Yes! Zeg hallo tegen de mensen, man, zeg hallo. Hallo, hoe gaat het? Ik weet dat ik met waarschijnlijk iedereen die luistert net nog een call gesproken heb. Maar moet eerlijk zeggen, dit is heel wat rustiger. Oh. Hou van jullie, by the way. Dat geloof ik. Dat geloof ik best. Nou, lekker even de juiste leer erbij pakken. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Lekker in de zomers erbij allemaal. Ik heb mooi drankjes bijgepakt. Ja. Oh ja, ik zit hier lekker met mijn appelsap. Jazeker, ik ben er zo in. Ja, maar ja, oh. Ja. Jazeker, het is ik, Effort, ook wel bekend als Moaning Dragon 656, ook wel bekend als Inspanning Koen. Ik zit in deze nickname bracket, by the way. Ja, yes. Ik ben heel blij dat Moaning Dragon 656 niet in nickname bracket zit. Nog niet. Volgend seizoen. I don't know, misschien wordt het wel een team. The Moaning Dragons. Ik denk niet dat die goedgekeurd gaat worden, maar we kunnen het weer. Denk ik ook niet. Denk ik ook niet. Op welke stream prefereer ik te zijn? Is er een andere stream dan deze dan? Of doe je de voice chat? Volgens mij was Elisa. Volgens mij was die kan streamen. Oh ja, maar die heb ik al meerdere keer copyright strikes en zo gegeven, dus... Wat? I guess deze dan, want hier ben ik legaal bezig. Oké, heel cool. Alright, nou. Zullen we Giraffe eens terugnemen, Kaan? Volgens mij is Giraffe terug. Ja, hij is terug. Alright, oké, dan kunnen we gewoon beginnen. Het is tijd voor La Bracket. Eens kijken. Alright, hier is het. Een totaal van 190 nicknames hebben wij vandaag voor jullie paraat staan. We gaan ze niet allemaal doorheen. Of ja, gaan we wel. Maar enkel op enkele winnerside gaan we er doorheen. Want loserside wordt morgen gedaan door de Inquisition. Dus maar de helft vandaag en de andere helft morgen. Want het is veel te lang om alles in één keer te doen. Nou, nu ik weer wat kan zien, kunnen we misschien beginnen. Moet ik een lens gaan halen? Alright. Zullen we nog maar eens beginnen? Ik zit te wachten, ja. Alrighty. Ik maak de achtergrondaudio nog ietsje zachter voor de zekerheid. Oh ja, ik heb blijkbaar voor anderen een heel zachte microfoon, dus ben ik een beetje te horen. Ja, ik bedoel, als ik gewoon de audio balance kan zien bij mij, zijn wij ongeveer gewoon even luid, dus het zou gewoon fijn moeten zijn. Oké. Ik bedoel, Gerbe en Rebius hebben best wel al reactie laten zien in de chat, dus ik neem aan dat ik wel te horen ben. In ieder geval, ik zeg we gaan beginnen, want deze bracket, laat ik even zien dat je mijn muis kan zien, dat is ook wel zo fijn. Dat is wel kinda fijn. Eens kijken, one sec. Ik heb al aanstaan dat je mijn muis kan zien, what the fuck? Waarom kan je mijn muis niet zien? Mijn muis is hier gewoon. Oh, what the fuck? Nou kan je hem wel zien, whatever.
Right. Ik fucking drukte op mijn mic, pongelijk. Right, start the tournament, het is tijd. Woehoe. Er is op gedrukt. Alright. En dan is het bijna go time. Bijna, ja. Totaal niet tijd aantrekken. Ik zeg, we gaan gewoon beginnen. Ik wil zien Cheeto Fingers tegenover Godzilla. Yes, hey, Lisa, je gaat niet haten op mijn zonnebril, man. Gaan we dus niet doen, what the fuck? Oh, Wat is die... Wat is die boos? Niet per se een negatieve opmerking. Oké, blijkbaar. Ja. Oh, kijk wat er gebeurt in de chat. Mensen zijn het heel veel met elkaar eens, blijkbaar. Of vooral Rabius. Dat is een moke grappig. Alright, eerste match. Cheeto Fingers en Godzilla. Eens kijken. Godzilla, movie reference van Tyranitar is gewoon een kaiju. Waar Godzilla is een beetje de poster child is, dus ja, sure. Ik vind Cheeto Fingers leuker, want ja, ik bedoel, kijk naar Size Bedoot met zijn grijpgrage vingertjes. Ik heb momenteel volgens mij een 3-3 split. Nee, ik heb een... Oh jezus, ik heb een heleboel Cheeto Fingers lekker binnen. Eens kijken, ik heb 2 Godzilla's, 1 van Barry en eentje van Luke. En ik heb van Ger Cheeto binnen. Ik heb van Niels Cheeto binnen, van jou, van Taco. Dat is dan al 4, 5, 6. Ik denk dat ik een 7-2 verdeling momenteel heb. Wat rough is. Oeh. Het spijt me, Godzilla fans. 1 Cheeto. Ja, ik denk dat ik een 7-2 heb. Dus de allereerste winnaar van vandaag is Cheeto Fingers met 7-2. Ja, sorry Barry. Maar je hebt verderop nog een match tegen jezelf. Dus je komt sowieso de ronde 1-1 ergens. Verrassend veel mensen hebben dat volgens mij. Echt waar? Ik heb hem proberen een beetje op te letten, maar ik kan niet. Ik ken niet veel nicknames van iedereen. Laat ik zeggen, jouw nicknames zitten best wel in het begin van de bracket geconcentreerd. Oh, wat voor mij? Ja. I mean, ik weet dat ik matches heb, like ronde 2 of zo, maar ronde 1 heb ik volgens mij niks tegen mezelf. Misschien zijn het gewoon mijn predictions dan. In ieder geval, tijd volgende voor de match. Volgende matchup. Ratatouille de Tankhoofd tegen 4-3-0-0-3-2-0-0. Het is 32. Niet 3-2. Het spijt me, je mag me cancelen. Alright. Ik heb 3 stemmen voor Chester, 1 stem voor Ratatouille. 4-2 voor Chester momenteel, 4-2 voor Chester. Ja, mijn stem gaat ook naar 4-3-0-0-32-0-0. Mooi, dan heb ik een 5-3 split voor Chester momenteel. 5-3 split voor Chester, 5-3 split voor Chester. Goed trucje om de naam niet telkens uit te spreken, zeg. Ja. Ik zie nog wel wat animo voor Ratatouille hier in de chat. Wat ik heel goed kan begrijpen, Ratatouille voor Tankhoofd is een goede naam. Met alle slierten en zo. Oh, deze is weer van Barry, dat klopt. Ja. De movie references. 1, 2, 3, 4, 5. En dan jij erbij. Ik heb nou 6 stemmen voor 4-3. Ik heb 6 stemmen voor 4-3. Arif, hoe moet je het Inus meer even winnen? Ik heb geen idee, man. Ik heb geen idee. En ik heb 6 stemmen voor 4-3. Ik heb 1 stem, 2 stemmen, 3 stemmen voor Ratatouille. Dus het lijkt op een 6-3. Een 6-3 voor Chester. Oh, oeps, dat is het verkeerde. Een 6-3 voor 4-3-0-0-32-0-0. Wel verdiend. Ja. Aight. Onze volgende match. Karma the Scissor tegen Big Egg Energy the Chansey. Normaal zou ik echt wel zo zielig zijn om Karma de win te geven, gewoon omdat hij hoofdletters gebruikt.
Maar I don't know, het werkt wel bij deze, bij de Chansey. We zullen kijken wat de chat ervan denkt. Ik heb 3 stemmen voor Egg, ik heb 2 stemmen voor Karma. 3 stemmen voor Egg en 2 stemmen voor Karma. Wat denk jij daarvan, Job? Want je zei dat je een beetje on the fence was. Ik vind het een heel moeilijk van Karma. Ik vind het een naam die goed bij een scissor past. Maar ik kan niet echt de vinger leggen op wat het is waardoor ik vind dat het werkt. Ja, Big Egg Energy behoeft eigenlijk geen uitleg. Allemaal kleine letters maakt het juist des te dommer. Ik denk dat ik hem aan Big Egg Energy moet geven. Gewoon omdat ik kan uitleggen waarom ik dat een leuke naam vind. Alright. Dan hebben wij momenteel 1... 5... 3 split volgens mij. Dan hebben wij een 5-3 split voor Big Egg Energy. 1, 2... Ja, we hebben 4 en dan de jouwe. Dus we hebben dan 5-3 momenteel voor Big Egg. Momenteel 5-3 voor Big Egg. Ik wacht nog heel even, maar we zitten nu de hele tijd rond de afstoot. Ik zie geen nieuwe stemmen binnenkomen. Nee. Ik denk dat dit het is. Yes, alright. Big Egg Energy continues. Het spijt me, Luke. Aight, de volgende. Een keer aan jou om ze te introduceren, want dan doe ik de hele tijd, Job. Je mag ook gelijk kiezen als je al weet. Ja. Oh ja, ja. We hebben hier 2 heel goede nicknames. Ook beide verwijzingen naar quote-unquote echte dieren. Dat is niet helemaal waar. We hebben hier Hachiko, de Zygarde 10%. Hachiko is natuurlijk het heel, heel, heel zielige hondje dat bleef achter op zijn buisje nadat hij dood was. Oh. En kolonel Havi van Jungle... Havi vind ik leuker klinken. Ik ga voor Havi. Kolonel Havi van Jungle Book. Dus ja, beide verwijzingen naar dieren uit... of het echt, of uit andere media. Mijn voorkeur gaat uit naar Hachiko, want het verhaal is zo hartverscheurend van dat hondje. Uit. Dan hebben we volgens mij momenteel 6 stemmen voor Hachiko en ik denk 2 stemmen voor de kolonel. Ja, we hebben 2 stemmen voor de kolonel en we hebben 6 stemmen voor Zygarde. Dus momenteel staat het 6-2. Oh. Maar het is zo'n mooi verhaal. Allright, ik vul er vast in, want we zitten weer op 8 stemmen, wat we al de hele tijd zitten. Dus ik wacht nog heel even. Oh! Oh, oh! Taco komt nog even op de valreep even bevestigen dat Hachiko inderdaad de winnaar is. Yes. Alright, maar ja, dan zie ik inderdaad de kolonel er niet meer overheen komen. 7-2, dus... Dit was... Ondanks dat het 7-2 is, vond ik dit best wel een gewaagde match ervoor. Er valt wat voor beide te zeggen hier. Gerrit was beide, trouwens. Ja, dit is beide Ties. Ja. Oh, dit was een zelfmatch. Ja. Dus gefeliciteerd Taco voor in ronde 2 komen. Ja, en dan tegen Kedenkedenk mogen. Heel cool. Oh boy. Momenteel zie ik 3 stemmen voor Mii en 1 voor Rapunzel. Het is gewoon Mii. Ik moet wel uitspreken als Mii toch, want ik weet dat het like Japan zit uit zijn show, maar... Nee, van Rapunzel behoeft niet echt veel uitleg, denk ik, maar ik vat Mii Delfox niet echt. Ja, nee, het is een anime-reference. I know. Maar ik ga ervan uit dat ik het uit kan spreken als me. Dat niet, like, my of zo is. Like. Nee, Bofuri heb ik nooit gezien, dus vandaar. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 stemmen voor me en 2 voor Rapunzel. 5-2 momenteel. Ja, nou, ik zelf ben blijkbaar ongecultureerd, dus ik snap me niet. Dus ik tel er maar eentje op bij Rapunzel. Okidoki. Dan is het 5-3. Nou, we zitten weer op die 8 stemmen, dus daar zit wel de tijd een beetje. Daarom, dus even kijken. Taco heeft ook al gestemd, dus daar hoeven we ook niet op te wachten. Niels heeft een heel duidelijke mening. Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat dat genoeg is om Rapunzel te redden. Ik denk dat Mie hier de definitieve winnaar is. Right. Naar ronde 2. Voor Mie. Oh, Taco. Taco toch nog op te vallen. Oké, Taco is even gevallen. Fuck random anime zo in Zoom 11 stemmer. Alright, en dan met Thyssen Switch is het een 4-4 tie. Nou, dan wacht ik nog heel even, want anders valt de vote op mij. Oeh. Weten jullie zeker dat jullie Niels dit recht willen geven? Ik wacht nog heel even, en anders ga ik de tiebreaker maken. Ik ben er half van overtuigd dat Taco dit echt alleen maar gedaan heeft om de tie te forceren. En het maakt niet uit, want ik zie geen nieuwe votes binnenkomen, dus mijn stem gaat ook naar de Delphox. Ik heb de show een beetje meegekeken met de rest en ik vind het ook wel leuk, dus... Je bent gecultureerder dan ik. Nee, I mean, de show is niet dat goed, maar het maakt niet uit. Ik vind Mie wel een cool karakter. Alright, dan is het tijd voor de volgende nicknames. En bij de volgende nickname is volgens mij even heel belangrijk dat we hem goed uitspreken. Maurice! Tegenover Drop Dead. Ja, je moest even laden. Aight, ik heb 1 Drop Dead en ik heb 3 Maurices. 4 Maurices. Wat denk jij daarvan, Job? Wat denk jij? Ik vind beide wel fine nicknames, maar bij Maurice... Maurice! Snap ik wat de gedachte erachter was. Bij Drop Dead is gewoon een beetje van... Het is een flying type, oké. Okay. Dus ik ga voor Maurice. Ah, dan heb ik een heleboel Maurices. Moet de creativiteit belonen? Ik heb 1, 2, 3, 4, 5. En dan 6 met Niels erbij en dan 7 met jou erbij. Het gaat hier om de... Taco, what the fuck? Het gaat hier om Maurice van Madagascar, ja. Ja, van Avatar, dat is fucking grappig. Alright. De volgende match. Om Nom Nom, de Garchomp tegen Milk Cow, de Megazord. Ja, hier hebben ze beide geen hoofdletters, dus ik kan niet de keuze op die manier maken. Heel, heel erg voor mij. Dus dan is het tijd om daadwerkelijk op de kwaliteit van de nickname af te gaan. Ik vind Milk Cow voor Charizard Mega vind ik een beetje een dirty naam op een manier. Het lijkt heel erg de focus op die omgeving van de mon, zeg maar. Maar om van Garchomp, daar heb ik zoiets van, ja, hij heeft grote tanden, oké, ik snap hem. Dus dan moet ik hem ondanks dat toch aan Milk Cow geven voor me meer laten voelen, I guess. Zeg niet dat je de Milk Cow gaat voelen, do not touch the cow. En dat is de tweede keer dat ik gecanceld kan worden deze stream. We zijn goed bezig. Gerben, do not. Ik weet dat je een Toho fan bent, maar do not. Ik weet niet wat dat moest betekenen trouwens. Dat is voor mij geen cool karakter in Toho. Nou, we zitten op 5-3. Rebius, als we die van Ziek meetellen, dan zit ik al ver over de 3 heen. Dan ga ik het niet meer bijhouden, dat is te veel. Gaat het... 8 votes, dan gaan we verder. Ik ken hem niet, Taco. Het klinkt alsof je een parodie op Sweet Caroline doet. Alright, Om Nom Nom wint de vote. Het was best wel close, actually. Oh, ik moet Discord checken. Alright. On it. Ik check Discord. Oh, ik heb een bericht gekregen in Discord. Dus, oh,
Dat was wel een koe. Ja, die was best wel nieuw. Vandaar dat het inderdaad in mijn hoofd zat van de Toho zo. Ja, want het was de kip en de koe. Ja, ja, ja. Ze is wel heel nieuw, though. En, like, you know. Niemand heeft het ooit over daar, dus ik was het gewoon vergeten. Anyway, volgende ronde is al bezig. Effort, take it away. Ja, non-foldable table. Ik vind dit best wel one-sided. Moet eerlijk zijn. Van Heatran. Oh ja, Heatran is zeker weten heet. Kan je ook wel over elke fire type zeggen, ben ik bang. Terwijl non-foldable table gaat toch echt in op het aap-aspect van Infernape. Dus helaas. Ondanks dat ik Heatran de leukere mon vind, moet ik hem toch geven aan een non-foldable table. Je gaat gewoon iedere ronde zeggen dat je geen fan bent van Ape. Het is kind of mijn handelsmerk, wen eraan. Ja. Effort cancel 3. Tja, het gaat niet zo goed, Job. Het gaat niet zo goed. Was dat... Nee. Op dit tempo kom ik nog niet de eerste ronde door voordat ik echt weg moet. Heel jammer dit. Right. 1-7, we zitten weer rond de 8 votes, dus ik sluit hem. Alright, de volgende ronde. We zijn al bij de 9e ronde, oh jongens. Het is stream 30 minuten laat tegen Armory, I get it. Ik bedoel, Niels, je kwam de Drivelim nickname niet door zonder te giechelen, dus ik denk dat ik weet welke deze wint. Ik heb al 3 stemmen voor de stream. De stream was daadwerkelijk niet op tijd. Nee, de stream was weer te laat. Ja. Ja. Ondanks je pogingen, Niels, is een stream die op tijd is nog steeds meer uitzondering dan regel. Het spijt me. Ja, absoluut. Oh, is dit de eerste 8? Is dit de eerste like complete sweep? Want het staat 8-0 momenteel. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Ja, momenteel 8-0. Nou, Niels, zowel gefeliciteerd als ouch. Jawel, Gino, ik had gezegd dat hij om 7 zou beginnen vanmiddag. Nobody gets it, yeah. Oh, I mean, ik heb het niet in een announcement gegooid of zo, maar whatever. Dat had ik ook niet voor Illuminate Awards. Dat werd ook pas de dag zelf aangekondigd of de dag ervoor of zo. Alright. Oh, dit is een ronde waar mensen niet blij mee zijn. Ik heb al gehoord van mensen dat ze hier niet blij mee zijn. Goed, Ubi voor Umbreon. Ik vind het een leuke, want het is echt de nickname van Slazer, weet je. Van de Umbreon van Slazer is Ubi, altijd. En dat maakt het wel schattig en affectionate, maar Baboom Window van Rillaboom. Van, ik weet niet of ik meer moet uitleggen. Het is een goede play op de naam van de mon. Ga jij voor Baboom dan, Job? Ja, ik ga voor Baboom. Dat moet ik even tellen, want Ger is geswitcht van Vos. Ik moet even goed tellen wat het is. Oh, fuck. Ja, Dunslate. Ja, Dunslate. My bad. My bad. 1, 2. En dan 3 van jou, Job. En ik zie 1 Yubi, 2 Yubi, 3 Yubi en dan Ger's Yubi. 1, 2, 3. Wacht, like Lucas 1, Thies is 2, Genoa is 3, Ger is 4. Ah, dan heb ik momenteel een 4-3. Ik heb momenteel een 4-3. Voor Yubi. Oh. Ik bedoel, de duimregel in LAMP is dat bij 7 votes, of in dit geval cancels, het doorgaat. Dus ik heb niet zoveel ruimte meer, nee. Ik had ook op Baboom gestemd, ja. Ik weet niet of dat meegeteld is. Ja, volgens mij wel. Want we hebben 3 Babooms. Dus één is van jou, eentje is van Ziek en eentje is van Hetzer. Oh, ik heb ook eentje van Giraffe, actually. Het is 4-4. Dan is het volgens mij 4-4. Ik weet niet hoe Geno op 5-3 komt. Want ik heb maar 4 stemmen voor Yubi, volgens mij. Want ik heb Luke, ik heb Thies, ik heb Geno en ik heb Gerbe. Barry. Oh, Barry heeft net gestemd. Ah, ik heb helemaal niet gezien. Yes, dan hebben we een 5-4 voor Yubi momenteel. 5-4 voor Yubi. Oh, nou. Dat was close, maar Yubi neemt toch de W. Yep.
En we hebben ook een nieuw record in votes, 9. Actually, volgens mij heb ik een keer een tiebreaker naar 9 gebracht, maar ja. Yeah. Right, Yui, dit was close. Yui heeft hem toch net gewonnen. Nou, dan gaan we naar onze volgende ronde. Windows Skip, de Mandibus tegen de edgy Sonic fanfic. Ik kan de haat die Cinderace nickname, want het werkt. Ik haat dat het werkt. Dus ik ga voor Windows Skip. Ik heb 5 Windows Skips al. Also, waarom zijn alle tekens gewoon randomly doodgaan in de chat? Ziet toch ook gewoon, like, ik krijg allemaal... Zo vaag. Oh, en Barry is weer contrarian. Ja, Luke ook. Oh, Luke wordt zelfs aankondigen. Nee, hij is niet... Barry en Luke... Oh, nee, we hebben al 3 voor Edgy Sonic fanfic. Dan mag je het niet meer contrarian noemen, denk ik. Ik heb even... Oh shit, we hebben een nieuwe persoon in de chat. Not Hexa, yo, what up? Welkom, welkom. We zijn ook een bezig met nicknames beoordelen van het afgelopen seizoen van onze Draftleak. Welkom, welkom. Sluit lang verhaal vooral aan. Lang verhaal kort, dit is waarom we Draftleak spelen. Ja, voor de nicknames op het eind. Het hele seizoen is slechts een proces om tot de nicknames te komen. Job, jij hebt op Windows Skip gestemd, toch? Ik heb op Windows Skip gestemd, ja. Dan hebben we momenteel een 5-3 split. De Edgy Sonic fanfic krijgt nog steeds mijn acknowledgement. Van het is een goede nickname. Ik snap waar die vandaan komt. Maar... Oh, ik heb Genosian Skip niet. Oh, sorry, ga door, Job. Sorry. Oh nee, ik was klaar met mijn verhaal. Van Edgy Sonic fanfic. Ja, yeah, well done. How dare you? Right. Deze ronde is dan over. 6-3 voor Windows Skip. En dan is het nu tijd voor de Magnetron 3000 Rotomheat tegenover Meo, de Tornadesty. Yes, vertel eens wat over deze matchup. Vertel eens wat erover. Magnetron 3000 tegenover Meo is een zeer volatile matchup. Want ondanks dat je zou denken dat Magnetron 3000 de matchup zou winnen, hè, want het heeft gewoon op papier heeft het de advantage, weet je wel. Uh-huh. Met Magnetron 3000. Maar Meo is Meo. En Meo doet dingen die Meo doet. En wat Meo doet, dat weet niemand dat het gebeurt. Dus ik weet niet wat ik meer moet zeggen. Aight. Dus, jouw stem gaat naar Meo? Nee, mijn stem gaat naar Magnetron 3000. Oh. Ik heb niet zoveel met Meo. Oké. Meo is oncontroleerbaar en daar hou ik niet van. Geen hoofdletters. En geen hoofdletters, inderdaad. Ik heb momenteel een 6-3 split voor Magnetron. Ja. Right. En ik zie... De Meo stelt zijn frietje. Ja, dat is balers, no happens. Het is een firetje, blijkbaar. Maar hij heeft juist van de fire verloren. Oh, firetje, geen frietje, ja. I mean, wat kan ik zeggen? Je nog een skill issue, honestly. Right, daar komen we nog bij. Ja, met de Banners foto erbij is het nog snel een 6-4 geworden. Maar dat is nog steeds niet genoeg voor Meo om terug te vechten. Maar, dat is weer een extra stem erbij. Right. Wat wil je zeggen, Job? ik wou iets zeggen, toen bedacht ik me dat, hell no, dat ga ik niet zeggen. Dus laten we doorgaan. Absoluut. Malagos tegenover Shrek kleur Wen. Ik ga je voor Malagos, want ik snap waar die nickname vandaan komt. En ik heb het een keer opgezocht en ik ben het ondertussen alweer vergeten, maar ik kan me nog wel herinneren dat het een prima fit was toen ik het opzocht. Dus ja. We hebben echt een hele reeks aan World of Warcraft namen hier in Brekken. Oh ja, dat was het.
Ja. Ik ben een beetje verbaasd dat we geen Aaron in de chat hebben, want ik heb Aaron gezien eerder, maar dit is zijn eerste nickname, volgens mij. En hij is nergens te vinden. Dus ik ben benieuwd waar Aaron blijft. Ik denk dat Aaron zijn krachten inhoudt voor de nicknames waarvan hij echt wil dat die winnen. Ja, yeah, wanneer het echt close is, dan gaat hij snel die tiebreaker forceren of snel de tie juist ervan afhalen. Inderdaad, maar mijn stem gaat ook naar Maligos hier trouwens, yep. Dus dit kan je alles behalve close noemen, denk ik. Inderdaad, ik heb jouw stem al verwerkt, dus dit is een 7-2 voor Maligos. Yes. Right. Dan hebben we Crystal Meth, de Gigalith tegen Black Betty, de Rampardos. Right. Dit is Tomski tegen Hetzer, denk ik. En, Jimmy McBingo's nog niet. Hier ook even de opmerking, de Crystal Meth Gigalith was inderdaad een shiny, dus ja, is ook wel. It all fits. Maar toch gaat mijn stem voor Black Betty, want ik vind dat het nummer gewoon hard gaat en Rampardos gaat ook hard. Dus, fair, dat is fair. En blijkbaar ben ik hier toch een redelijke contrarian. Nee, we hebben drie votes, per definitie is niet contrarian meer. Kijk. Rabius weet waar hij het over heeft. Oeh, Black... We hebben weer een tie. Oeh. Dus, Nee, we hebben net 9 votes gehad. We hebben net 9 votes gehad zonder mijn hulp, dus. Niels had gezien. Want de Crystal Meth votes zijn Elisa, Ger, Thies en... Oh, shit. Wacht. Elisa, Gert, is... Oh, nee, het is 5 dan. Ja, want ik had jou wel gezien, maar dan heb ik gewoon Luc gemist of Thies of Ger of zo. Geen idee. Man. Ziek, Raf, Gert, Thies, Luc. Ja, dat is 5. Alright, 5-4 momenteel voor Crystal Meth. Ik had toch graag die tie gezien. Ik wou Niels forceren om te kiezen tussen Crystal Meth of goede muziek. Een van de twee. Bro, kan niet bij je. Het is zo vaag dat gewoon apostrofen gewoon vaag getekend zijn. Waarom is de chatbox zo werk? Ik heb geen idee waarom dat is. Oh, door dat te openen heb ik weer de chat gereset of niet? Oh nee, nog niet. Sick. Dat is zo raar. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik weet ook niet hoe ik het moet fixen, dus... Alright, we hebben 9 votes, we hebben 5-4. Ik denk dat het over is. Ik denk dat Crystal Meth gewonnen heeft. Alright. Dit is een beetje goede nicknames, dus... Zeker verdiend. Waarom is er nog steeds een donate button? Oké, ja, dat moet je niet bij mij zijn. Die gaan we dan een keer weghalen, no worries. Voor shiny Tapulele dan wel, zie ik. Voor Shiny Lele kan dat cool zijn, want het is zwart, ja. Alright, we hebben No Baby, Only Angry the Walrein tegen Northdrop Grumman B2. Dit is ergens van. Deze nickname, de Dragapult nickname wordt een beetje gekukt door het moeten uitspreken. En het feit dat hij visueel ook niet zo mooi is als de Walrein nickname. Wat best wel wat wilt zeggen, gezien de Walrein nickname en hoe die visueel eruit ziet, maar... Ik bedoel een boel hoofdletters, dat vind jij fijn. Ik ben meer van fatsoenlijk hoofdletter gebruiken. Dan wint Northrop Grumman B2 toch echt. Maar die uitspraak is een beetje... Dus ik ga toch voor No Baby Only Angry. Oké, moet ik even kijken. Sorry, In mijn bracket prediction had ik daadwerkelijk gezegd dat Northrop Grumman zou winnen. Maar nu moet ik het uitspreken en nu ben ik geen fan meer. Alright, ik heb Lukef baby, Genoke baby, Zelisa baby. En dan heb ik jou voor baby. Wie was er nog? Want ik heb er nog in als het goed is. 1, 2, 3, jij 4. Ik guess dat ik maar 4 votes heb voor. Only Angry.
Ja, en ik heb volgens mij ook weer 2 votes voor de Dragapult. Dus niet al te veel votes hier, maar ja. Oh, ik heb geen idee waar het als Blanco naar refereert. Als Blanco een reference is naar de Dragapult nickname, dan is dat een vote voor Dragapult, maar ik zou niet weten. Nou, ik wacht nog heel even. Mocht Jan terugkomen. Oh, Volt Wall. Oké, dan. Alright. Alright. The baby 5-3. Only gets no baby only angry more. Alright. Ik had een zin in mijn hoofd en toen verloor ik hem. Anyways. De volgende ronde. Oh. Test of Patience. De Toxpex tegen Tom Holland, de Raquinit. Ik krijg hier een beetje de vibe van oud tegenover jong, weet je wel? Tom Holland, jong, Test of Patience, oud. En ik ben oud, dus ik ga voor Test of Patience. Alright, dan heb ik momenteel een 6-4 split voor Test of Patience. Volgens mij. Ik heb 4 Tom Hollands in de vorm van Lisa Genoux. Ger en Jan. Yes. Oh, volgens mij heeft hij zijn 7e vote erbij gegooid van Test of Patience. Test of Patience zijn Tomski, dus Tom, ja. Luke, Giraffe, Barry, Thies en jij, Job. 7-4, dit zijn 11 votes. Dat zijn best wel wat. Ik moet zeggen, deze rondes liggen telkens toch best wel dicht bij elkaar. Als we het vergelijken met de vorige keer, toen waren er inmiddels toch best wel duidelijke winnaars. En hier worden toch elke keer wel een paar punten bij elkaar gesprokkeld. Behalve bij stream 30 minuten te laat tegenover Skarmory. Maar hey. Ik had volgens mij iets dubbel geteld of zo. Ja, het is. Guys, come on. Like, jullie kunnen makkelijk praten. Ik moet dingen multitasken en zo, you know. En mijn drink is bijna op, het is niet mee. Nou ja, het maakt niet veel verschil, een 6-4. Lezen wordt vooral moeilijk wanneer mensen niet correct aan het schrijven zijn. Guys, ga niet apostrof te mashen, want de chat... Whatever, het boeit niet. Alright, volgende ronde. Elise is al terug, zo te zien. We hebben Saitama the Golurk tegen Is Digested Plant the Gudra. 2 voor Saitama al zover. Best wel belangrijke vraag. De Is Digested Plant Gudra, was die wel sapsipper? Geen idee, weet ik niet. Dat is wel een belangrijke vraag. Maar het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, want ik vind dat Saitama hier gewoon keihard wint. Golurk, the One Punch Man, hell yes. Dat is wat het ding doet. Nou, dan heb ik volgens mij momenteel een 9-1 vote. En ik kan doorgaan, maar dat wordt het waarschijnlijk alleen maar zieliger voor de Gudra. Er is wel een stem opgekomen, dus het is geen complete wipe. Maar nee. Wel raf. Het is nog steeds geen goede matchup voor Gudra. Helaas. Alright, 9-1. Oeh, we krijgen hier een Rotom standoff. Right. Niet Oddish. Niet Oddish, nee. Ja, Oddish gaat er tegenover Saw. Ik zou willen zeggen, heb je een hart of niet? Maar ik ga ook op Oddish Shredder stemmen hoor. Oef. Dat is dan 3, 6, 7 votes. Voor de Oddish Shredder en 2 voor Saw. 7-2. Oef, langer wachten helpt het niet. Wacht even. Hoe ben je überhaupt met deze nickname weggekomen? Mogen Pokémon namen niet... Dat mag toch niet? Echte Pokémon namen in een nickname? Ja, actually, je maakt een goed punt daar. Ik heb geen idee.
het maakt niet uit, want de boodschap is duidelijk. Oh, nee. Volgens mij, ja, we zitten op 10 votes in totaal. Ja, we kunnen verder. Ik geloof niet dat er ook iets nieuws bij komt. Ja, we kunnen verder. Yep. Nee, ik moest gewoon lachen, want Gerben zit gewoon weer te kut in de chat. Ah. Nou, dan de volgende matchup. Onfungeerbare aap, Truth, tegenover Metaal, Sadface, The Ninetales Alola. Ik zelf vibe heel erg met de onfungeerbare aap. Ik ben het heel erg eens met die nickname. Het heeft 100% mijn vote. En ik weet dat het een NFT-joke is, maar toch. Ik bedoel, alle Infernapes waren zo'n beetje gewoon NFT-jokes. Like, letterlijk ze allemaal van Jeroen en zelfs Jan die mee. Maar toch, ik vibe wel het meeste met deze nickname, want het is zo lekker fout Nederlands. Maar ja, ik denk niet dat zelfs deze beste NFT-nickname, naar mijn mening, niet al te ver komt, nee. Maar dat zullen we nog wel zien. Nou, momenteel is het een 9-0 wipe. Dus, ei. Ja, en ik zie geen votes erbij komen, dus, yikes. En het was niet eens Metaal. Ja, Metaal heeft... Metaal heeft een goede reden om heel sad te zijn, ja. Dus, mijn nickname doesn't even check out, man. Ja, Metaal heeft ook gewoon 9-0 verloren, wat fantastisch is, want like, you know, dat past mooi. Oef. Deze match wordt ook iets. Ja. Ik denk dat deze heel wat dichterbij gaat liggen. Syrup de Magnezone tegenover Tsunderzar. Godverdomme, ik ben vergeten hoe ik dit woord uitspreek. Rebius, Tsundere. Ik heb je dat nodig. Ik heb geen dominante R genoeg om dat te kunnen. Tsunderzar. Tsundere. Ik durf me hier niet aan te wagen. Ik ga wel voor de Tsarina nickname, want bij Magnezone, gewoon Syrup, ik ben een beetje van Er zit een rasmus achter, maar... Ja? Ja. Yeah. I mean, dit is best wel belangrijk om de nickname te begrijpen, dus als je hem uit kan leggen, please. Het is dezelfde show als waar Mie vandaan komt. Syrup is gewoon de naam van een like, gigantisch vliegende schildpad, dus... Oh, maar ik hou wel van schildpadden. Maar Magnezone is geen schildpad. Magnezone is geen schildpad, dat klopt. En als de nickname niet op zichzelf kan staan zonder reference, dan... technisch gezien een puntje tegen in de kwaliteit judgment. Uit. Je gaat gewoon like, superveel nicknames call-out met die ene statement, maar oké. Okay. Ja, maar ik ben ook 100% based. Ik ben ook 100% opinionated. Want ik heb steeds references die ik wel nomineren. Oh, is de stream vastgelopen? Man. Godverdamme. Nee, ik bedoel, volgens mij alles gaat gewoon uit. Syrup is wel een cutie, oké. Okay. Oh, ik heb al geconfirmed bij me, bro. Oh, nee, maakt niet uit hoor, maakt niet uit. Het was gewoon een statement. Geen verandering van mijn vote. Nou, ik hoop dat mijn internet gewoon vol gaat houden tot de rest van de avond.
shout-outs wanneer de stream weer kapot gaat, I guess. Ja, ik... Oh, het is echt een PowerPoint show, holy shit. Ja, inderdaad, het is een PowerPoint show. Dus, sorry voor deze middelbare schoolpresentatie, I guess. Maar goed, volgende bracket. Anchor, de Scissor Mega, tegenover Implode, de Explode. Ja. Als ik het zo uitspreek, dan wint Implode, de Explode hem toch heel, heel erg. Right, ik heb dan een 4-4 split volgens mij. Oeh. Yo. No way, 4-4 split. Bro, mijn stream is echt gewoon aan het fucking powerpointen, godverdomme. Oh, nee. Yep. Ik ga even checken of de audio ook aan PowerPoint is. Go for it. Nope, oké, de audio is nog prima. Oh. Dat tenminste wel. Dus, eens even kijken, hoeveel votes hebben we voor Implout? Ik zie Niels, ik zie Zriek, ik zie Gerbe en dan nog ik, is 4. Oh, Berk komt erbij, dat is 5 votes voor Implout de Explode. En hoeveel Anchor heeft nog steeds 4? Anchor, de Scissor Mag. Oh nee, yes. Anchor wel, wacht, ik denk er 5. Nee, je hebt Luke, Thies, Genoa en Jan. Nee, je hebt 4 voor Anchor. Ik wacht nog heel even op disclose. Barry breekt hiermee de tie. Oei. Maar, Tomsky brengt dit weer terug. Hou je mening paraat, Niels. Volgens mij komt het erop aan. Oei. Oh boy. Alright, ik geef mensen nog like 10 seconden en dan is het tijd voor mijn stem. Nou, ik ben de stream aan het kijken op mijn laptop hier en volgens mij is de chat fine. Of de cam weer fine. Dus, alright, ik heb het waarschijnlijk 10 seconden gegeven. Ik ben wel een fan van like team compositienamen. Dan heb ik het ook echt over like niet gewoon like Pokémon teams, maar ook gewoon andere e-sport teams. Dus ik ben eigenlijk wel een heel goed fan van de Anchor. Ik ben een fan van Scissor Mega nickname. En daar gaan mijn voten naartoe. Yes, 6-5 voor Anchor. Yep. Allemaal dankzij Tom. Dus je mag Tom bedanken voor de tiebreaker forceren. En niet, het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld. Tja, als je zelfstandig houdt, dan sure. Alright, Colosseum. Oh, sorry. Take it away. Doe maar. Nee, zeg maar. Wil jij je eens introduceren? Wat? Nee. Ik dacht dat je het zou zeggen. Nee, bye. Oh, oké, okay, whatever. Dan Colosseum Power tegen Destroy Me. De Espeon tegen de Swallow. Dan Colosseum Power is natuurlijk een goede shout-out naar een van de betere Pokémon games, Don't Add Me. Destroy Me Swallow, Swallow is gewoon een kamikaze piloot, dus kinda get where that one's coming from. Stream hangt weer? God damn it. Alright, misschien ga ik na deze vote dan even gewoon de streamer starten. Gewoon heel snel. Oh, ja. I guess, terwijl Niels de PowerPoint-presentatie fixt, even voten wat we vinden van de opmerking van Jan die cursed is om uit te spreken. Ja, is het like fine? Ik bedoel, luister, het beeld boeit niet heel veel, want het doet niet heel veel, you know? Maar gewoon internet hiccup? I mean, het is mijn internet zie ik, dus like dat hiccupt zoveel. Dan moet ik weer gaan tellen hoeveel we hebben. 1, 2, 3, 4. Volgens mij hebben we 4 destroys. Heb jij gestemd op Swallow of op Espeon?
Ik ga voor. Ik ga voor Destroy Me. Het is niet effort, Sean. Het is inspanning, Koen. Get it right. Oké, okay, Luke is een Colosseum. Ger is een Colosseum. Goh. Niels is een Colosseum. Barry is een Colosseum. Dan hebben we 4 Colosseums. Ja. Oh. Yeah. Die. Effort Koen. Oh nee. Niels heeft wel heel erg gelijk met die naam. Die ga ik ook even toevoegen aan de lijst van namen waar ik op reageer. Yo, hebben jullie gehoord van de Jan Hetzer en de Effort Koen Brothers? Nou, 9 votes zijn hier. Er zijn maar 4 votes op Jan kicken. Stand van zaken. Oké, okay, I guess dat deze ronde gewoon done is, maar voordat we naar de volgende ronde toe gaan. Wil men dat we gewoon herstarten even snel? Dat misschien dat mijn connectie beter maakt, of maakt dit niet heel veel uit? Have you tried turning it off and on again? I mean, basically. Like, ja, yeah, het is gewoon even wat mensen willen. Alright, doorlopen. Dan ja, we gaan door naar Willem, de Slow King, tegenover Weasley, de Weavile. Oeh, klinkt smerig hoor. Hij is nog aan het steven, joh, wacht even. Uit. Ach, godverdamme. Nee, het is weer te laat, nieuws. Nee, je bent. Het is fijn, het staat er nu. Alright. Oeh, Niels met de oef. Niels aan het haat op Willem, oei. Jezus, nou, ja. Ik stem op Willem, hoor. Dus kom maar in de vod. Oef, we hebben gewoon 8 Willems. Het is nu aangekondigd, dus ja. Ik heb 9 Willems, oei. 9-1. Is hij weer dood? Fuck off. ja. Oh, nee, ik zag beweging. Het is, dit is een heel, dit is geen middelbare school PowerPoint meer, dit is een basisschool PowerPoint. Top. De camera staat harder dan de stream. I mean, het is niet mijn camera, want als ik gewoon like, naar mijn stream preview kijk, dan werkt mijn camera gewoon like, heel goed. Dus. Ja, ik vind Jans comment fucking grappig, holy shit. Ik dacht even dat. Ik las die comment en ik dacht dat het de kant op ging van dat is Willem. Nee, ik bedoel, mensen willen ook steeds niet dat ik herstart, yeah. Dus. Maar we gaan verder, ja. De votes zijn binnen en Willem lijkt keihard te winnen, dus. Yeah. Ik zou zeggen. De volgende bracket. Shervala, de Lux reed tegenover I Would Like to Rage, de Staraptor. Shervala was volgens mij ook. Weer een World of Warcraft reference? Kan. Oh, restart maar. Ik hoorde een restart maar. Oké, wacht. Ik cancel dan deze even. Nou. Alright, zal ik dan maar restarten? Alright, ik restart wel even snel. Alright, ik restart gewoon. We will. Oh, mensen zijn nu bezig. Alright, dan. Whatever, wat was mijn plan? Ik ga restarten naar deze foto dan. Naar deze foto ga ik restarten dan. Als mensen willen aan het foto zijn. Alright, ik heb 1 Shirvala. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 rages. Job? Mijn stem gaat naar Shervala. Okidoki. Voor een
Moet je de creativiteit belonen. Oei, Discord is ook al aan het struggelen. Right, ik ga dadelijk even uitstarten. Ik ga even mijn land erin smijten en hopelijk gaat dat beter. Right, ik heb 2-6. Ik zie hier nieuwe votes binnenkomen. Dus ik submit en ik ga even de streamer starten. Alright.